Kom gauw de koffers eruit halen. Ja, leuk! Hoe komt mijn koffer eigenlijk in het vliegtuig? Ik begrijp dat jij een vraag hebt over Schiphol. Klopt, ik wil heel graag weten hoe een koffer in het vliegtuig terechtkomt. Nou, dat kan ik je wel laten zien. Dat begint bij de check-in-balie. Ga je mee? Ja. Kijk, dit zijn de check-in-balies. Als je op reis gaat, dan kun je hier je koffer afgeven en dan pakt de stewardess hem van je over. Maar wist je dat je op Schiphol hem zelf ook in kunt voeren? Dat wist ik niet, maar dat is echt vet. Kom, gaan we naar de drop-off. Die is daar. Nou, zet je koffer maar in de drop-off. Onder je label eruit. Nou, je koffer is klaar om op reis te gaan. Mag je op ja drukken? Nou, je koffer is nu op een route de bagagekelder in. Wil je daar ook gaan kijken? Ja, leuk. Kom, gaan we. 3, 2, 1. Nou, daar zijn we. Wow. Groot, hè? Dus als je boven je koffer hebt afgegeven, komt hij er hier uit. Zeg, cool. Nou, alle koffers die vanaf Schiphol vertrekken, die worden gecontroleerd op gevaarlijke spullen. Vanwege de veiligheid. En dat gebeurt hier. Mijn ook? Zeker. Kijk, daar komt hij al. Nou, en de koffers die niet meteen naar het vliegtuig gaan, die laten we niet rondjes draaien, maar die brengen we naar het kofferhotel. Wat doen ze daar met koffers? Die bewaren we. Allemaal hier op een eigen plekje, totdat ze wel naar het vliegtuig kunnen. Dit is het grootste kofferhotel van Schiphol. En hier gaan ongeveer, nou, ruim 4000 koffers kunnen hier in opgeslagen worden. Dat is echt superveel. Ja. Nou, soms komen koffers heel vroeg aan op Schiphol, omdat ze bijvoorbeeld van het ene vliegtuig naar het andere vliegtuig gaan. En die willen we niet allemaal in het bagagesysteem hebben. Dus dan krijgen ze een kamer in het kofferhotel. Nou, mijn koffertje dus niet. Nee, jouw koffer gaat meteen naar het vliegtuig. Ga je mee? Laat ik je nog wat zien. Is goed. Nou, en als alle koffers klaar zijn om met het vliegtuig mee te gaan, dan kunnen ze hier beladen worden met een robot op een kar. Een robot? Hoe doet ze dat precies? Nou, die kijkt naar de koffer en naar de kar. En dan gaat hij eigenlijk lopen tetrissen. Elke koffer krijgt een eigen plekje op de kar. Dat is eigenlijk best wel cool. Ja, mooi hè? Nou Liesel, ik denk dat je deze ruimte ook wel graag wil zien. Want hier gebeurt zoveel voor bagage. Hallo Liesel. Hallo. Hallo, welkom bij de bagage control room. Vanuit hier houden wij alle bagagebanden op de luchthaven Schiphol in de gaten. Dat is ongeveer zo'n 15 voetbalvelden groot. Dus jullie zien elke koffer? Wij zien alle koffers. Jou hebben we vandaag ook gezien. Nou, volgens mij is je koffer nu bij de carousel aangekomen. Dus is het tijd om hem op te halen. Kijk, dit is de laatste halte van de koffers. Vanaf hier gaan de koffers op een kar naar het vliegtuig. En dat regelen de mensen van de afhandeling. Hé, hey, mijn koffer! Hey Liesel, help je een handje mee? Zo, nu kunnen alle koffers naar het vliegtuig. Ga je mee? Heel graag! Kom maar! Nou, daar gaan we dan, hè? Waar zijn we hier? We zijn hier op pad van Golf 5, waar we jouw koffertje gaan laden in het vliegtuig. Vet. Kom, gauw de koffers eruit halen. Ja, leuk! Mijn collega boven pakt je koffer en legt het in het ruim. Zullen we de koffertjes eruit halen? Want anders gaat hij naar Curaçao. Lijkt me een goed idee. Nu alle mensen zijn ingestapt. Alle koffers zijn geladen en de vliegtuig is getankt.
is het vliegtuig klaar voor de volgende vlucht. Dus dan kunnen jullie eigenlijk opstijgen en wegvliegen? Jazeker. Nou Liesel, heb je het antwoord op je vraag gekregen? Zeker, ik weet niet hoe een koffer een tour aflegt door de bagageruimte en daar gecontroleerd wordt en dan vervolgens heb ik zelf naar het vliegtuig gedragen. Nou, dan heb je dus goed opgelet en dan weet je precies wat er gebeurt met je koffer de volgende keer. Zeker. Mam! Ik ben vandaag op Schiphol geweest en ik heb gezien hoe mijn koffer in het vliegtuig terecht gekomen is. Kind, je bent thuis, hoe was het? Heel leuk. Echt? En ik ben op zo'n kofferkarretje geweest. Super gaaf. Yes!